Ja, waar moet ik beginnen, vrienden? Bij de B&B vol liefde. Ja, het was weer genieten geblazen. Hij was weer volkomen dik in orde. Kijk, zo'n meisje daar in Spanje, zo'n een of andere Denise met zo'n naveltruitje de hele tijd. Ja, daar heb ik niks over te melden. Ja, dit is zo'n naveltruitje, want zo noem ik haar maar eventjes. En een naveltruitje die heeft de diepgang inderdaad van een pierenbadje. Ja. Dus dat laten we maar even voor wat het is. En dan daar in Frankrijk bij die fluisteraar. Ja, dat was een rare toestand. Want die huisvrouw, die Jovan, ja, die had dus besloten, moet je nagaan. Die besluit, ik ga er vandoor. Dan gaat ze iets te vertellen. Ja, ik ga hem nu vertellen aan de fluisteraar dat ik wegga. En dan komt de fluisteraar aangelopen en die zegt, ik moet jou even spreken. Dus dan voel je al aan van, oh, die gaat mij wegsturen. Dus dan denk je, die huisvrouw, die moet nu de mond open doen en zeggen van, luister, ik moet jou even wat zeggen. Maar nee, dat doet ze niet. En ze laat zich wegsturen door de fluisteraar. Hey. Voorkomen maar te klap. Nou goed. Belangrijker is voor ons allemaal. Wij hebben een vervangster gekregen voor Hysterica. Oh, wat zijn wij liefhebbers en fijnproevers van de B&B voor Liefde. Wat zijn wij dankbaar. Ja, want nu hebben we dan die muzieklerares. Ja, in Italië. Bij Arrivederci. Ja, en die muzieklerares, die noemen wij voor het gemak even Doremi Fasol. Doremi Fasol, die is helemaal knettergek. Ja, daar hebben we geen ander woord voor. Vroeger werden dat soort mensen gewoon in het gekkenhuis gehouden. En nu lopen ze gewoon los in een datingshow. Ja, want het hield en het houdt ook maar niet op met Doremi Fasol. Die gaat boodschappen doen alsof ze naar een groot dansgala gaat of zo. Weet ik veel. Schoentjes, tasje en ook geen vinger uitsteken. Nee, die Arrivederci, die mag mee als pakezel. En Doremi Fasol is ook van het type van, oh, ik zie een kerk. Oh, stop een kerk. Weet je wel. Oh, zo wat. Oh, ik moet die kerk zien van binnen. Krijg je die. En dan is die kerk gesloten. En dan krijgen we dus het theater van de lach. Ja, want dat is, kan Doremi Fasol ook heel goed. Dus je moet, nee, ik moet toch even bidden. Kerk is gesloten. Nee, ik moet toch even bidden. En die gaat daar buiten ergens tegen een of ander ding. En dan ook niet in stilte bidden. Nee, hardop. Gewoon, alleen maar onzin. Doremi Fasol. Oh, jongens, daar gaan we nog heel veel plezier aan beleven, hoor. Want die is zo geschift, vrienden. Ja, want wat gebeurde er? Zij komt er die ex tegen van Arrivederci. En oh, en hadden ze ineens een band en weet ik veel. En toen schoot ze ook vol. Kijk maar weer. Basie en Adriaan schoot vol. Want, oh, en zij was, de ex was ineens zo'n verschrikkelijk mooi mens. Dat is Doremi Fasol. En dat niet alleen. Zij praat ook nog eens een keer met de astrale wereld. Dus zij is in gesprek met geesten. Dus die Doremi Fasol die zweeft door het leven heen. En dat bleek ook wel een tijdje later. Want toen ineens stond ze ergens bij een boom en hup. Toen zei ze, God is de natuur of de natuur is God. Ik weet niet meer wat voor rare kromme zin daaruit kwam. En toen het moment erop zat ze in de boom. En toen was ze ineens weer één met de natuur. Het is de gekte voorbij. Maar die arme Arrivederci, die wordt ook aangestoken door deze gekte. Want die denkt ineens dat zij, en weet ik veel, zij is een soort van aristocraat, denkt hij. En hij heeft ineens een hoge pet van haar op of kijkt ineens tegen haar op. En denkt dat hij een kwartje is en zij een daalder en weet ik veel. Die is ook een beetje gek aan het worden. Terwijl Doremi Fasol, die praat helemaal niet eens leuk over Arrivederci. Want zij zegt over hem, ja, hij is niet romantisch en hij is niet sensueel. En als je in zijn ogen kijkt, dan voel je niet gelijk die sparkle. En voel je niet die elegance. En voel je niet die swoon.
En allemaal dat soort ongeheime huisjesvuren genoeg, vrienden. Die Arrivederci heb ik in het begin gezet. Die is ook een beetje een rare gozer. Maar hier moet ik het toch even heel ernstig opnemen voor onze Arrivederci. Maar ja, eigenlijk zou hij haar, die Doremi van Sol, moet hij gewoon heel snel wegsturen. Want ja, dat is geen houden aan natuurlijk. Heeft hij net hysterica gehad, krijgt hij dit, weet je wel. Arme man. Ja, maar goed. Maar wij moeten dat. Ja, wij moeten stiekem hopen. Ja, dat ze nog even blijft, Doremi van Sol.